Vandaag zitten we onder de rook van Rotterdam, Barendrecht. We gaan op pad met twee ervaren snoekvissers, jongens van de snoekstudiegroep Nederland-België, Robert Paul Woltes en Sander Paans. En die gaan ons vandaag alles vertellen over waar je nou op moet letten als je een snoek gevangen hebt. Ja, hangen. Hebben? Ja. Mooi. Zo, Sander. De eerste is binnen. Hoe ga je deze vis nou pakken? Hè? Het is een kleinere vis. Een nekgreep. In een nekgreep. Ja. En je ziet, je hebt nou eigenlijk je andere hand vrij en deze hand. Ja, je hebt die vis gewoon goed vast. En wat je nu eigenlijk het beste kan doen, is hou hem gewoon boven het water. Mocht dat zo zijn dat je grip verliest, ja. Dan valt die vis in het water. En er loopt geen beschadiging op. Nog niks aan de hand. Nee. Je ziet nou dat hij de kaak op elkaar houdt. Dus ik ga toch even over in de kielgreep. Je ziet dat je de bek nu in iets verder open kan krijgen. En hij is al los. En hij is alweer los. Onbeschadigd. Kijk, ook zo'n klein visje, als je hem in de kielgreep hebt, dan zou je, of in de nekgreep, dan zou je hem ook nog kort even in de kielgreep kunnen overpakken. Als het onthaken wat lastiger gaat bijvoorbeeld. Maar dat is om zijn bek dan open te krijgen. Ja, om echt wat beter bij die dreggen te kunnen komen. Nou, laat me zien. Dus één vinger, die gaat hier eigenlijk aan de zijkant van de kiel. Ja. Dan glij je aan de binnenkant, zorg dat je echt de kiel blijft voelen en niet in de kielbogen terechtkomt. Want die kielbogen, daar zitten tandjes op. En daar haal je heel je vinger mee open. Nee, niet hebben, nee. Nou, je zet hem erachter. Je laat eigenlijk je eerste vingerkootje laat je achter het harde stuk hier glijden, wat hier zit. En dan krijg je hier een vliesje. Ja, nou, daar zie je je vinger eigenlijk bijna in. En eigenlijk op die manier hangt je al in de kielgreep. Nou, doe je hand iets naar achter, dan zie je eigenlijk al dat de bek vanzelf open gaat. Ja. Het is een kwestie van oefenen. In het begin zal je misschien een paar keer je vingers openhalen. Maar het is uiteindelijk wel allemaal beter voor de snoek en je wordt er vanzelf handig in. Ja. We gaan hem weer laten zwemmen. Daar is hij. Daar gaat hij weer. Hoppakee. Sander, wat heb je nou nodig om een snoek te kunnen onthaken? Ja, tangen, belangrijk. Puntbeektangen hebben mijn voorkeur. Korte en een lange. Kort als die makkelijk gehaakt zit. Lang als die diep in de bek gehaakt zit. Een kniptang. De Kniepex Kobold knipt overal doorheen, dreggen, splitteringen. Optioneel zou je nog kunnen kiezen voor handschoenen. Als je bang bent dat je handen kapot gaan, kan je een onthaak handschoen nemen. Je zou eventueel een schepnet kunnen kiezen. Wij gebruiken een schepnet eigenlijk alleen als landingsnet. We tillen de snoek niet mee het water uit, maar in het net wordt die snoek onthaakt. En dat? Beschadigingen. Wij zijn zelf van mening dat zodra je in een boot tilt of de kant. Hier in het natte gras zou het nog wel kunnen, maar in een boot of op stenen loopt die vis alleen maar beschadiging op. Ja! Oh! Dat meen je niet. Dit meen je niet, jongens. Een mooie snoek, dit was een bak dit. Ik denk gloeiende. Dat we hier nog nooit zo'n grote vis gezien hebben. Hij voor hem neus. Ik zie hem tikken en oh my. Hij vlamt eroverheen en neemt een spurt. Ja, je ziet het gebeuren en hij schiet gewoon los. Als je nou gaat snoeken, of het nou met dotaas is of met kunstaas, let erop dat je altijd lange onthaaktang en een lange kniptang bij je hebt. Want nou, om een idee te geven, Robert Paul die verspeelt net een vis hier. Nou, echt gewoon een dikke metersnoek. Gewoon 1,5 meter, misschien zelfs groter. Dat soort vissen hebben een gigantische kop, een hele diepe bek. Als je haak daar dieper in zit, of dat nou kunstaas is of een takeltje van de doodaas, daar kom je niet met een kleine tang, met een korte tang. Een lange tang is wat dat er gaat echt onontbeerlijk. Heb je geen lange tangen, niet gaan snoeken. Robert Paul, jullie zijn allebei lid van de snoekstudiegroep Nederland-België en met jullie met nog een ruim 1900 snoekvissers in Nederland. Waar staan ze voor? Wat doen ze? Ja, eigenlijk is de snoekstudiegroep een groep die werkt aan belangenverhartiging, promotie en samenwerking van eigenlijk alle snoekvissers in Nederland. En dat betekent dat het een club is voor jong, voor oud, eigenlijk voor alle snoekvissers samen. Dus ik zou zeggen, als je nog geen lid bent, denk er serieus over na, want je hebt er echt iets mee te winnen. Ja, vis! Goed bezig. Maak hem maar los. Hij is gewoon echt net in het velletje gehaakt in de hoek. Die tang tik je hem eigenlijk zo los. Hey, nou is dit een vis van, ik denk, net 60 in de 60 centimeter. Ja, hè? Zoiets.
Zou je hiermee nou de kielgreep kunnen doen? Ja, absoluut. Omdat het een kleine snoek is, ja, heb je niet zoveel houvast. Dus is twee vingers is meer dan zat. Die duim, die zet ik erbij om te fixeren. Dus zou die nou gaan spartelen, duim goed vasthouden. En ja, die vis die kan eigenlijk geen kant op. Okay. Probeer hem zoveel mogelijk te ondersteunen. Ook die kleinere visjes. Want? Voor de vis zelf. Gewoon het welzijn van de vis. Het hele gewicht aan de kop hangen. Dat is niet goed? Nee. Okay. Tanden boven, natuurlijk tanden aan de zijkant. Maar zijn vingers zitten vrij. Als je weet hoe je het moet doen, goed systeem. Ja. Mooi. Ik kan me voorstellen, als jij een snoek vangt van misschien 80, 90 centimeter, dat je echt je hele hand... Ja, ja. Zeker de vissen boven de meter. Daar past gewoon die hand helemaal in. En heb je gewoon met een volledige vuist, heb je eigenlijk houvast in zijn kiel. Ja. Dus ja, begint hij te draaien, te spartelen, of hij gaat los, ja, hou hem gewoon goed vast. Ja. Wat wij vaak ook doen is nog even tegen ons aandrukken of handen over de ogen heen. Dan worden ze vaak wat sneller rustiger van. Een beetje blinderen. En dan kunnen we verder met de fotosessie of het onthaken. Ja, duidelijk. Nou jongens, de dag zit erop. Je hebt het gehoord, hè? Zorg dat je het juiste gereedschap bij je hebt. En dat je de vis op de juiste manier beetpakt. Want dat is beter voor de snoek. En beter voor je vingers.